Dit is Marcel Kerdijk en dit ben ik. Marcel en ik hadden afgesproken om een keer bij het Palendorf in Petten samen te gaan fotograferen. Maar net als in mijn laatste samenwerkingsvideo met Frank Anoté, dacht mijn microfoon weer eens... Nah. Dus mijn microfoon klinkt dit keer ongeveer zo. Daarnaast was het ook nog eens extreem winderig, dus de camera-audio klinkt bijna alleen maar zo. Maar gelukkig had Marcel ook nog een microfoon, maar die klonk dan weer zo. Nou ja, ik ben net als jou een fanatiek landschapsfotograaf. Een beetje jammer allemaal dus bij elkaar, maar deels komt het nog wel goed en kon ik er nog wel iets van maken gelukkig. Nou, we hadden afgesproken bij het Palendorp in Petten, omdat we hier allebei nog nooit waren geweest. En omdat voor ons beiden een behoorlijk stuk rijden is, hadden we in de middag al afgesproken. Maar jullie weten net zo goed als ik dat in de middag fotograferen niet altijd even gemakkelijk is. Hey, het is echt nog super vroeg, hè? Het is heel vroeg. Het is, op zich ziet het er nog wel... De kleuren zijn op zich nog wel interessant juist, omdat de lucht is nog heel erg wittig blauw, zeg maar. Dus het is eigenlijk wel... Ja, wat ik wel mooi vind, dat de zon nu nog vrij hoog staat, zijn die schaduwen van die palen nog niet zo lang. Nee. Dus dan denk ik, als je hier misschien een foto maakt, meer focus op die palen en de schaduwen, niet veel de lucht, want de lucht gebeurt nu toch niks. Dat je in zwart-wit misschien nog wel een leuke foto kan maken. Ja, hè? Ik denk dat we daar eens mee gaan beginnen. Laat dat inderdaad... Ja, zeker. Waarom niet? Wel, het is toch ik vroeg. Ik pak mijn camera vast. Wanneer, ja, die, die van mij staat al vast. Ja. Ik heb alleen maar nog hard te draaien. Makkelijk zeg, makkelijk. Oké. Aan de slag. Nou, ik heb een beetje een eerste optie voor een compositie gevonden eigenlijk. Oh. Denk ik zo. Ik ben juist wat meer om die palen heen gelopen. Waardoor ik niet zoveel tegen de zon in fotografeer, maar wat meer met de zon vanaf de zijkant fotografeer. Waardoor het iets rustiger wordt en ik niet een heel erg open verlichte zon krijg in het beeld. Een beetje gezocht naar waar die palen een beetje loskomen van elkaar, dat het niet te veel overlapt. En zoals Marcel zei, zwart-wit. Misschien dat dat wel kan. Ik denk dat het kan. Maar goed, hij is natuurlijk in RAW, dus misschien wordt hij nog wel in kleur. Maar ik denk dat dit voor mij mijn eerste optie is geworden. Dus gaan we zo eens kijken of dat Marcel nog iets heeft gevonden. Nee, nog niet. Allemaal irritante mensen in beeld. het is niet alleen mijn probleem dus dat er mensen in het beeld staan. Dat is wel weer fijn om te horen. Oké, als deze compositie wat is geworden, dan krijgen jullie die alvast te zien. Heb je enig idee wat je ervan wil maken? Nou, ik vind die schaduw wel heel erg gaaf. Als je bij die palen zie je echt dat dat ja, soort gaten om die palen heen ja. gaan. Dus staat het ding met de grootte heel dichtbij. En maar de grootste uitdaging is denk ik toch de mensen die constant hier op zondagmiddag op een populaire plek op het strand zijn. Het kan toch niet? Eigenlijk door een bordje plaatsen, opnames. Ja, maar het strand een stukje af moeten huren of gewoon ja. op maandagavond moeten gaan. Dat had ook geholpen natuurlijk. Dus ja, ik denk dat inderdaad probeer heel dichtbij zo'n paal te fotograferen, zodat de mensen inderdaad een beetje het beeld houden. Ja. En dan moet het misschien wel goed komen. Ja. Hey Peter, even wat anders hè? Ja. Ik volg jou al een tijdje, maar er is één ding wat ik toch wel mis in jouw gear. Vertel. Nou, ik zie altijd jou, ik zal even de camera even stevig neer, zo, dat hij niet omvalt. Ik zie altijd met die mooie oranje muts van je, die mooie oranje tas en zo'n mooie oranje L-bracket. Ja. Maar er is één ding wat je niet hebt en ik dacht van, dat ga ik voor je meenemen. Spannend. Ik vond het leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja. Dus ik denk van, jij hebt natuurlijk nog geen camera cord. Nee. Hoe kan dat? En ik doe hem oranje. Awesome. Cool. Ja, alsjeblieft. Dankjewel man. Dankjewel. Nou is je helemaal compleet. Zeker. Nou, ik ga nooit meer misgaan. Ja, cool man. Veel plezier ervan. Thanks. Dankjewel. Gaan we gelijk erop zetten voor de rest super, van de video. Super. Lukken.
Nee. Nee, hè? Nee. Het is echt nog lastig. Nog veel te vroeg. Ja. Hard licht. Ja. Het zijn natuurlijk tijdstippen dat je normaal niet fotografeert. Liever natuurlijk als de zon vlak wat ondergaat, wat zachter licht. Dus hard. Het is wat wit. Het zou misschien kunnen, maar ik kan niet echt de juiste mooie compositie vinden. Nee, dat ook, hè? Het is toch best lastig om al die palen in een beetje geordende vorm te krijgen. Je wil ook niet te veel in beeld, en ook weer te weinig. Nee. Het is een lastige plek best wel. Ja. Plus dan die mensen de hele tijd voor het beeld langs lopen. Ja. Ja. Maar we gaan gewoon door. We gaan het even proberen. We hebben nog 4 uur denk ik ongeveer of zo. Ja, tijd genoeg. Dus, ja, zeker. We zijn erg vroeg vandaag. Dus, we zien wel even. Ja, we gaan verder. Goed. We blijven gewoon zo rondjes lopen, denk ik. Ja. Dit kan er wel eens worden, Peter. Nice. Ik heb een mooi groepje palen die eigenlijk heel mooi in de compositie vallen. Met heel hard licht. Dus ik hoop dat het een beetje oké wordt op de foto. Zwart-wit, denk ik. Maar dit kan wel eens de eerste foto van de dag zijn. Nice. Terwijl Marcel nog steeds iets verderop loopt op zoek naar zijn composities, ben ik een stukje verder gekomen naar een ander stukje met palen. En ben ik eigenlijk misschien iets heel stoms aan het proberen. Maar ik ben aan het proberen een foto te maken met een lange sluitertijd. En met deze wind gaat je camera natuurlijk ontzettend heen en weer. Dus of dat echt gaat lukken, is maar de vraag. Maar ik heb hier ook een groepje palen dat redelijk los staat, maar de zee is heel erg rommelig en druk. Dus ik probeer met een ND-filter erop en nog een ND-filter, dus ik heb behoorlijk wat stopfilters erop zitten. Kom tot een sluittijd van 8 seconden door met f22 te fotograferen. Dus mijn diafragma maar zo ver mogelijk dicht. Ja, wat ik vrees is dat die palen ook wel bewogen zullen zijn. Wat ik even ga doen, denk ik, is dezelfde foto nemen nog op een korte sluitertijd. Dat ik heel misschien die palen nog een beetje kan vervangen door wat scherpere palen. En dan is dat hopelijk compositie 2, de kleur in zwart-wit. Geen idee nog. Oké, even snel een mededeling tussendoor. Als jij een keer mee wil op een workshop de komende maand, bijvoorbeeld 18 juli op het strand van Oostvoorne, 26 juni bij de Loons en Drunense Duinen, of 2 juli bij het bos van Amerongen op de Utrechtse Heuvelrug, ga dan snel naar peternolte.eu/workshops. We gaan daar het strand, de duinen of het bos in. En we gaan op zoek naar goede composities. Hoe kijk je nou naar composities en hoe gebruik je je instellingen om die compositie zo goed mogelijk te maken? Wil je dus een keertje mee? Ga naar peternolte.eu/workshops. Gauw terug naar de video waar ik net even een andere kant op kijk dan het Palendorp. Zo, we zijn inmiddels denk ik een uur verder. We hebben even wat gegeten, rustig aan, even een momentje genomen. Want ja, zoals we al zeiden in het begin, we zijn nog heel erg vroeg. Alle tijd om foto's te maken. Marcel die is ergens achter mij. We zijn hier even een stukje de duin doorgelopen. Marcel is weer bij de palen. Maar ik ben hier even in de duin blijven hangen. En eigenlijk heb ik hier wel een compositie gevonden die ik eigenlijk ook wel leuk vind. Het gaat totaal niet over die duinen. Totaal niet over die palen. Het gaat juist over de duinen. Wie zegt dat je bij het palenpark foto's van de palen moet maken? Dat je niet gewoon ook een andere foto kan maken. Dus ik heb mijn camera hier weer opgezet. En ik ben heel veel in 16 bij 9 aan het fotograferen. Omdat ik dat eigenlijk op dit moment
Hij staat zo ingesteld en eigenlijk komen de foto's er wel lekker uit in 16 bij 9. Dus dat doen we gewoon. Er staat rechts in beeld helemaal een stuk helmgras op een duin. En alle lijnen eigenlijk leiden een beetje daar naartoe met de witte lucht, de blauwe lucht erachter, sorry, met een aantal wolkjes erop. Ja, ik denk dat het een mooi geheel vormt bij elkaar. Ik zorg dat ik zit op 160 van de seconde op F13. Dat is op zich prima. Ik wil niet een te korte sluitertijd. Ik wil niet te lange sluitertijd. Ik hou gewoon alles door elkaar vandaag. Om te zorgen dat het helmgras een beetje stil staat. Klein beetje beweging zou mogen, maar niet te veel. Dat is een beetje mijn idee. Nou ja, ben benieuwd dat jullie dat vinden. Ik denk dat ik het wel wat kan vinden, deze foto. Gaan we eens kijken wat Marcel aan het doen is. Ik hoor een hoop geklik hier naast mij afgaan. Tijd. Ik ben even een beetje aan het... Ik heb geen idee. Oh. Oh, daar gaan we naar de camera. Ik heb even mijn lens gewisseld. Dus vanaf, ik was toen net de hele tijd met mijn groothoeklens bezig. En nu met mijn 70-200. Probeer ik even wat close-up shots te maken. Iets wat ik eigenlijk normaal niet doe, want ik fotografeer eigenlijk bijna altijd met groothoek. Ja. Maar ik vond dit hiervoor wel heel mooi. Het waait nog steeds flink. We zijn helemaal gezandstrand inmiddels. Ja. Maar ja, je hebt hier die, wat ik al eerder noemde, die om die palen zitten van die gaten. En daar waait het zand heel mooi doorheen. En daar probeer ik nu even wat close-up shots van te maken. En volgens mij is dat heel aardig gaan worden. Dus ja. Wie weet. Wie weet zit er wat bij. Het is tijd om iets anders te proberen. Ik heb een 50 mm lensje erop gezet, zoals je misschien wel kan zien. En dat heb ik niet alleen gedaan omdat het gewoon beter uitkomt voor deze compositie om een 50 mm te zitten. Maar om ook te gaan naar een heel klein f-getal. Ik zou tot 1,8 kunnen, maar ik zit al op 1/8000ste van een seconde sluitertijd. Hoe verder die lens open gaat, hoe korter je sluitertijd moet worden. Maar daardoor is de paal in de voorgrond in de voorgrond in focus en de palen naar de achtergrond toe worden steeds verder uit focus. Wat hopelijk een beetje meer diepte ook geeft aan deze foto. Zit er nog steeds midden op, ja, het is nog steeds hartstikke licht. Dus ik probeer op die manier iets extra's te brengen in deze foto. Of dat het werkt, weet ik eigenlijk niet. Als ik hem zo terugkrijg, kijk achter op de camera, doet het al wel iets. Dat het genoeg is om ook echt die diepte te tonen, dat weet ik nog niet. Maar het is gewoon lekker spelen. Het is gewoon, we staan hier, het is hard, de wind nog altijd. Het is best wel fris, maar het is gewoon heerlijk om een beetje uit te proberen. Alle tijd te hebben om verschillende foto's te maken. En als er mooie tussen zitten, is dat mooi meegenomen. Als een keertje niet werkt, is dat ook helemaal niet erg. Het is gewoon lekker klieren met fotografie vandaag. Nice. En Marcel heeft een paar mooie foto's, ik heb een paar mooie foto's dusver. En er zijn wolken. Wie weet wordt het zelfs nog iets van een zonsondergang. Blijf kijken. Zo, Peter, dat was hem. Ik ga iets eerder weg. De zon die moet nog ondergaan, maar ja, ik heb nog moeten een stukje rijden, dus ik vind het mooi geweest. Nee, want er hangt helemaal niks aan bewolking. Nee, ik verwacht niet dat het heel spectaculair wordt, maar misschien heb jij gelukt als jij nog wat langer blijft, dat er toch nog een hele mooie plaat zit. En ik denk van shit. Wie weet, ik blijf nu even hangen, even kijken. Ja. Totdat ik echt totaal verloren ben zo ongeveer. Het is toch best wel fris zo met die wind. Zeker fris, ja. Het is wel weer lekker.
Ja, echt superleuk dit. Ja, gaan we misschien nog een keer vaker doen. Misschien komen we een keer bij jouw bezoek in Roemenië. De deur staat altijd open, dus super, je bent hartelijk welkom. Je bent ook altijd welkom in Groningen, dus wie weet hoe het allemaal loopt. Toch dichterbij. Hangt vanaf van waar je komt. Hey, leuk. Bedankt. Dankjewel. Bedankt. En wij zien elkaar weer. Zeker. Oké. Goede reis terug. Dankjewel. Oké. Tot snel. Hoi, hè. Hoi. Oké, we zijn inmiddels wel ruim een uur verder, denk ik. Of half uur, ik weet niet eens, sinds Marcel vertrokken is. En ik heb nog wat geprobeerd om vanuit de duinen te fotograferen of verschillende composities te zoeken. Maar het moeilijke met dit palendorp is gewoon, het is een beetje hetzelfde als in een bos. Er zijn zoveel palen en die staan altijd net even voor elkaar. En het is ook zo met die schaduwen erbij, zorgt het gewoon voor een wat rommelig beeld. En het is lastig om daar een goede compositie in te vinden. De zon gaat zo onder. Zoals we zeiden, er is weinig kans op echt mooi licht. Een echt mooie zonsondergang in ieder geval. Dat heeft deze locatie wel nodig. Dus ja, ik weet nog even niet. Ik zou wagen tegen alle kanten op vandaag natuurlijk. Maar ik blijf nog even hangen voor een laatste foto. Voor met zonsondergang, mocht die nog komen. Nou, ik zal jullie er ook nog even bij houden. Dat is wel zo leuk toch? Mocht het wat zijn, dat jullie er dan toch nog iets te zien krijgen. Aan het eind van deze video. Wachtend op de zonsondergang ging ik op zoek naar een laatste compositie richting het water. En kwam uit op dezelfde groep paaltjes die Marcel al eerder had gefotografeerd. Terwijl het kouder en kouder werd, probeerde ik me warm en bezig te houden. Maar het was nog best een lange wacht. Terwijl de zon ondergaat, schiet ik mijn laatste composities van dit hoekje van het palenpark. Van het palenpark, palendorp zoals het heet. Het is gewoon het stukje waar de meeste rust ontstaat tussen die palen. Overal heb je veel palen in de achtergrond, wordt het rommelig. Maar hier is het net even een klein stukje rustiger en is er iets meer ruimte om de palen heen. Marcel heeft deze foto ook al gemaakt vandaag. Ik maak hem iets meer omhoog, Marcel want geloof ik iets meer naar beneden toe, naar de schaduwen toe. Ik maak hem liever iets boven naar de lucht toe. Maar het is zo'n dag dat het knalhelder is. En dat er is een heel klein randje kleur aan de horizon, maar daar houdt het ook echt wel bij op. Ik maak hier een HDR van om te zorgen dat ik nog iets van kan maken. Maar ja, het is niet wat ik had gehoopt vandaag. Maar goed, het was wel heel gezellig. Het was heel leuk om met Marcel samen te gaan fotograferen. En ik hoop dat we vaak nog iets kunnen doen. Hartelijk bedankt Marcel en ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie graag weer bij een volgende vlog volgende week. En donderdag weer een nieuwe video ook. Dus ik zie jullie daar. Au!